Batman. Hallo mensen, en welkom bij een nieuwe video van Fortnite. Vandaag ben ik solo en we gaan proberen dit solo potje te overleven en veel kills te halen. Ik hoop hier de 10 likes op te halen. Dat zou wel fijn zijn, of 100, maakt niet uit. Dus, ga even op die like knop en als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan even snel dan. En ja, we gaan wel eens zien wat we kunnen doen. Ik heb niet meer zoveel Fortnite gespeeld, dus ik ja, het kan wel zijn. We gaan wel even wat skydiven. Leuk hè? Jo. Ik zal ook eens laten zien wat ik heb gevonden. Het is ook een tip van Just Kiss, Kiss NL, de YouTuber. Die op Fortnite speelt, van hem heb ik deze tip gekregen dat bij een huis een geheime ingang zit. Dus ja, we gaan het dus even uittesten en ik hoop dat het waar is wat hem zegt. Maar dat is wel ver vliegen, hè? Ja, nu weet ik wel direct waar mijn nieuwe cirkel staat. Dat is mooi dan. Oh my god, what the fuck? Die dingen is helemaal aan de andere kant. Jojo. Ja, ik heb wel dingen. Dat is mooi. Hier wat kogels, kun je ook goed meenemen. Hier ook nog wat kogels, kun je ook mooi meenemen. Allemaal welkom. Nu zal ik de plek laten zien waar het geheime ingangetje is. Je moet deze kast doen en hier is de geheime ingang. En hier kan normaal logisch altijd een kist of drie zitten. Dus ja. Oh, ik dacht al. Dat ging eruit. Even. Hier een ammo boxje. En kijk, hier zitten weer twee kisten, hè. Hier zit nog een kist. En ja, een pump shotgun. Maar ja, dan gaan we eerst deze shield opdrinken. Fuck! Shit, ik schiet per ongeluk. Oh nee, nu hebben ze me gehoord. Oh, wat verdomme nou, ik heb niet mogen doen, hè. Zeker met niemand mij gehoord, zeker. Hoop het. Ik hoop het zo echt serieus, hè. Oké, even deze huis hier allemaal omlopen. Oké. Ik hoop dat die nog iets zit. Is goed. Volgens mij hier een kist. Ja, dat is goed hè mensen. Ja, de boogiebom die zullen we maar meenemen zeker. Ja, dan pakken we die groene jaarbel mee. En dan die kogels. Ik heb nog wel altijd nog geen dinges. Dat is slecht nieuws dan. Een shield potion of zoiets. Of je launchpad dat ik kan gebruiken, hè mensen. Maar allee, ja, dan gaan we maar lopen, hè. 50 mensen, dan. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ik gebruik mijn goede geweer, of wordt dit klusje? En ja, dat was het tip dat ik heb geleerd van Chris.
any like a YouTuber, all the good YouTubers, so like a Mocha Money, a Sweet, a Fortnite, and ook zeker mij abonneren, dan maak ik ook zo'n video. What the fuck? Er is hier nog niet iemand dus geweest. Kun je dat geloven? Heel verdacht, hè? Heel verdacht. Geen sniper of wat? Wat shit, hè. Ja, mensen, zolang dat ik geen sniper heb. Precies, is het daar met een deur of niet? Shit, hè. Goed opletten. Dan moet ik voorbij Title Towers zien te geraken, maar dat is ook al heel moeilijk kan. Dus ja. Daar is nog een klein beestje, we willen baseballen. Als jullie willen. Ik ga gewoon deze berg lopen, dat is veiliger. Ik weet niet waarom, maar ja, ik vind dat veiliger. Ik ga niet naar die Title Towers, want dat is het gevaarlijkste aan. Dus ja, ik heb een vol leven, omdat er niet op spel is. Maar 35 mensen, dat heb ik niet verwacht, hè. Maar ik heb nog altijd geen sniper. Waarom heb ik geen sniper? Dus dat is zo echt irritant of wat. Oké, we zijn voorbij, we zijn nu in de cirkel. Shit! Dat gebeurt er dus als je niet oplet. Allee, dan zie ik u bij het volgende. Oké, we beginnen met nummer 2. We gaan bij Pleasant Park landen en niet bij dinges. Ik vind dat dan meer veiliger is. Waarom? Ja, het is niet zo echt een donkere steen. Allee, er komen er al twee gasten. Allemaal kleine pistoken precies. Alleen 30 metaal, dat is mooi. Oké. Drinken.
okay? Mention it. Okay, machine input to spell it. For the going to put. Welcome back, lots to put you. We got another day for the day. From Whitney, this is my evening for the day. That wasn't for this video. I hope that you enjoyed the video. Have a good one, and see you the next time. Bye bye.